Mijn ogen gaan branden van blijdschap. Aha, dat is heel lief. Oh, het was zo gezellig. We hebben ook echt, echt lang gezeten. Oh, kijk nou, allemaal koffies. We zijn thuis. En ik weet niet of het zo hard hoort als ik. Nee, maar ze kijken heel eng. En denk, je kijkt me echt eng aan. Goedemorgen, oh lekker scherp, oh daar ben ik. Ik ben me aan het klaarmaken, het is woensdag en we gaan zo de deur uit. Even een rustig ochtendje samen gehad, maar ik was er niet. Even gewoon relaxen. En, oh, ik kreeg mijn oorbellen niet in. Ik heb me aangekleed, ik heb een top en een rok aan van Warehouse. En ik heb nu even slippers, maar ik heb beneden die vagebondlaarsjes staan. Die trek ik zo aan. En dan gaan we de deur uit. We zijn zomaar op tijd in de auto. En we gaan naar Happy Italy. Daar gaan we lunchen met de mama's en de kindjes. En ik heb het ook hier. Weet je dat ene boek, dat kleine boekje wat ik van oma had gekregen? Dat wordt nu mijn dagboek. Oh, dat is wel leuk. Ik heb erin geschreven al. En we zijn met 5 van de 6. Want het lukt ons gewoon bijna niet om met... En we zijn met we zijn met z'n 13. Ja, met z'n 13. Ja. Ik heb het geteld. Nee, het is een even aantal kinderen. Van Margot en Chantal heb ik ook met Harvey en Javy. Oh nee, we zijn natuurlijk met een oneven aantal moeders. Dus 6, 7, 8 kinderen. Ja, je hebt gelijk, 13. maar ik zat even met de kinderen mistelde ik hem. Dat klopt. En dan missen we de 3, want anders zijn we met z'n 16. Maar dat lukt op de een of andere manier nooit. Echt heel jammer. Maar goed, ik heb er alsnog heel erg veel zin in, want het gaat gewoon altijd heel gezellig worden. Dus en ik kan ook wachten totdat ik weer alle kinderen bij elkaar ga zien. Ja, maar dan en mijn ogen gaan branden van blijdschap. Aha, dat is heel lief. Oh, het was zo gezellig. We hebben ook echt, echt lang gezeten. Dus ik bel eigenlijk dat we allemaal naar huis moeten. Even kijken, komt Chantal er nu aan? Nee, toch? Kan hij ook zo slecht zien met aanzijden? Nee. Nee, daar komt niemand. Kijk jij maar mee, jij kan het heel goed zien vanaf daar. Niemand loopt. Chantal is... Die is al weg, volgens mij. Niet echt. Oh, zie je er wel nog staan? Ja. Oké. Okay. Het is een huis. En dan mag ik eigenlijk gelijk weer gaan koken. En ik heb zo zin om te koken. Waarom dan? We hadden echt veel eten. Ja. Ze had de chocoladepizza, maar die heeft ze niet eens op. Dus we hebben de helft van haar pizza meegenomen. Ik had mijn mega pasta wel op. Dus ik heb eigenlijk ook nog niet heel erg honger nu. Ik denk dat papa wel heel erg honger heeft dadelijk. Ja, of hij heeft ook net gegeten. Dan moet ik even kijken hoe we het gaan doen. Dan gaan we maar om 7 eten en ga ik om 8 naar bed. Ja, dat zou kunnen. We kijken even. Mag dat voor 1 keer dan? Nou, we gaan even kijken. Zo, eerst even kijken hoe of wat je vader zit. Want daar heb ik nu nog geen idee van. Dus ik kan... je dan een klein portie van papa maken? Nou, ik ga niet 2 keer staan koken. Daar heb ik niet heel veel zin in. Je maakt papa voor ons, want wij maken papa. Nou, of ik overleg zo eerst even... Want soms heeft je vader wel gesnackt nog, omdat hij te lang niet gegeten had. Dus we kijken zo gewoon even thuis. Ik denk een beter idee. Ja, en nu heb ik heel even... Dus ik beloof nog niks. Ja, en er zit nog zand bij me.
Wij kwamen thuis en toen moest ik eigenlijk gaan koken. Mijn Marcus zegt, zullen we niet even buiten de deur gaan eten? En ik had sowieso geen zin om te koken. Dus dat vond ik een topplan. Dus ik heb me wel even omgekleed. En ik heb pizza. Je hebt nog pizza mee, hè? Want ik heb mijn baby's geknuffeld en er zat baby spuug op mij. Dus dat is wel even fijn om mij veel zo om te kleden. En we gaan Kentucky. En ik mag niet spelen. Nee, daar is het spelen dicht. Hè? Terwijl net was het wel open. Oh, kijk nou, allemaal kalfjes. Ja. Maar zag je al die kleine kalfjes? Waar echt hele jonge kalfjes. Super schattig. Ja, die zag ik ook. Ik wil naar die kalfjes toe. Ja, leuk hè? Ja. Maar daar kan je niet zomaar bij komen daar. Maar bijvoorbeeld, ik zou ook geiten willen melken. Geitjes melken? Ja, en koeien. Maar geitjes zijn leuk. Schapen vind ik altijd heel erg kijken. Ja, schapen kijk echt eng. Ja, maar geiten niet. Jij bent echt dom. Schapen zijn niet. Nee, maar ze kijken heel eng en denk ik, je kijkt me echt eng aan. Zo met geiten heb ik het helemaal niet. En ik ben niet echt bang voor dieren of zo, maar geiten. Ik ben helemaal niet bang voor een eetschaap. Ja, Sarah, serieus, jij kan een geit een wortel geven en gooit hem van afstand in de hoek omdat je het niet durft. Noem maar niet mij uitlachen. Ja. Wij hebben weer heel veel eten. Oh, pik je nou mijn kip? Dat is mijn kip. Mijn. Ja, ja. Je wilde van mijn kip pikken. Ja, echt. Wat heb jij nou? Zit haar patat daarin? Nee. Nee, nee. Dus zij heeft die. Die is van haar. Dat is een ander kleurtje. Zo, jij hebt twee keer een grote patat en ik krijg het eigenlijk officieel. Ja, nee, weet ik maar. Dat is echt raar. Mama, grappen. Dat heb ik je net al gezegd. Kijk, Marco heeft ook kip. Die ziet trouwens wel echt heel goed uit. Is die van papa? Ja, die is van papa. Ja, jij hebt je portie chocola op, hè, dame, vandaag. Nou, en om vandaag even goed af te maken, hebben we ijs. Nee, ik denk, ik hou het braaf. Marco neemt weer een reuze ijs. Ja, maar kijk dit. Kijk ze naast elkaar. Mijn ijsje is echt zielig vandaag. Ja, maar je hebt al de helft op. Kijk jouw hoorn. Ja, maar kijk, komt, je als je een grote hoorn neemt, dan doen ze grote bollen erin. Ja. Nee, die ene jongen geeft me afgrote zeggen kleed. Oh, jij heeft 12 stippen. We zijn thuis. En ik weet niet of het zo hard hoort als ik. Maar dan breng je Sarah naar bed. En dan zijn er altijd weer buren die het een goed moment vinden om naar kinderbed uit te gaan horen. Snap je niet? Hoor gewoon lekker overdag. Ik weet dat dit niet mijn directe buren zijn, want die houden er wel altijd rekening mee, maar één huis verder. Ik snap het niet. Oh, echt, gaan we natuurlijk, we gingen vandaag natuurlijk naar de Kentucky toe. En Sarah, de tatoeages waren bijna van haar armen af. Kreeg ze nieuwe. Dus ze zei, oh, dan kan ik weer opnieuw. Dus ze moet wel even wachten tot deze helemaal afgesleten zijn, maar ja, dan gaan we er dus gewoon weer voor plakken. Wij gaan Turk kijken. En nu is het weer tijd om naar mijn bed te gaan. Ik heb even alles opgeruimd. In zoverre dat momenteel kan. En nu lekker slaaptijd. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!